studio hebben we de voorzitters van FC Trieste, de heer Jan Wilterdink, en WVC, de heer Erwin Wiggers. Ik ga met hen praten over het geweld in en om het voetbalveld. Dit naar aanleiding van het in elkaar slaan van de grensrechter in Almere. De man werd waarschijnlijk door vier jeugdige spelers van rond de 15 en 16 jaar van de voetbalvereniging Nieuwsloten uit Amsterdam geslagen en geschopt. De man is aan de gevolgen hiervan overleden. De KNVB heeft naar aanleiding hiervan alle wedstrijden in het amateurvoetbal dit weekend afgelast. Heren, welkom in de studio. Erwin, een reactie op het gebeuren in Almere. Ja, ik mag Erwin zeggen. Ja, mag zeker Erwin zeggen. Ja, verschrikkelijk. En tegelijkertijd, de dood als gevolg is heel ernstig, maar dit soort incidenten gebeurt vaker. En dat is het trieste. En het is goed dat we nu met z'n allen daar eens een weekend bij stilstaan, omdat het nu in extreme mate een gevolg heeft gekregen. Maar dit soort incidenten, ik vind het heel terecht dat de KNVB zegt, tot hier niet verder, nu gaan we hier een halt toeroepen. Ja, Jan, Wilterdink, ik mag ook Jan zeggen. Prima, Herman. Hoe denkt? Het is natuurlijk een ongelooflijk trieste gebeurtenis. Het is prima dat de KNVB dit heeft gesteld om een weekend niet te voetballen. En wat ons betreft had ook het betaald voetbal een statement kunnen maken. Door ook niet te voetballen, dan wel een keer de beelden op zwart en niet kiezen voor de commissie. Want dat is natuurlijk gebeurd. Ja. Dat is een ongelooflijk trieste gebeurtenis. Dus je vindt dat ook het betaald voetbal had niet moeten worden gevoetbald? Nee. Want laten we eerlijk zijn, onze spelertjes van die leeftijd waar het dan om gaat, maar iedereen, ja, die zit met de bord op schoot, kijkt naar de wedstrijden, zien naar allerlei dingen. Het was toch een prima voorbeeld geweest om ook die wedstrijden niet door te laten gaan. Ja. Alhoewel aan de andere kant, het moet ons strelen met z'n allen dat de buitenlandse bonden het wel volgen. Ja. En gisteravond in het WK in Japan wordt ook netjes aan het begin van de wedstrijd een minuut stil te houden. Maar dit is natuurlijk een dramatische geschiedenis. Dus ja. Moeten we zorgen dat dit nooit weer gebeurt. Het is toch wereldschokkend eigenlijk? Ja, is het ook. En in die zin moet ik Jan helemaal gelijk geven. Bij het WK clubteam wordt één minuut stil te houden. Dus in Japan dan praat je over 30.000 kilometer verderop. En hier moeten wij zo nodig betaald voetbal door laten gaan. Nou, ik vind het een hele slechte zaak. En wat Jan ook zegt, onze kinderen zitten met bord op de schoot te kijken. Maar die zien de meest slechte voorbeelden zien ze ook in betaald voetbal voorbij komen. Ik vind dat daar ook eens een keer een statement gemaakt moet worden. Ja. Iedere beslissing van de scheidsrechter wordt door minimaal 6-7 spelers uit het team aangevochten. Ja. Of nou wel of niet terecht is. Maar die voortdurende discussie met de scheids. Kinderen krijgen alleen maar het slechte voorbeeld te zien. En ik vind dat op betaald voetbalniveau zeker ook eens een keer actie moet worden ondernomen daartegen. Hebben jullie als club, als bestuurder van clubs, nou richting de KNVB gereageerd van waarom leggen jullie dat betaald voetbal ook niet stil? Nee, we hebben daar geen statement gemaakt. Nee. Ook, en ook niet gehoord van andere clubs dat die dat wel zouden gaan doen of zo? Ik weet het niet van andere clubs. Het enige wat wij doen is dat we de kantine openstellen afgelopen zaterdag en zondag van 10 tot 12 om de mensen de gelegenheid te geven, of onze leden de gelegenheid te geven om met elkaar van gedachten erover te wisselen. Ja. Komt dit soort geweld, komt dat nou ook in Winterswijk voor? Ja, het belagen van grensrechten, scheidsrechten. Ik zou bijna zeggen, helemaal volgende week is er weer voetbal, ga vooral kijken. Aan de orde van de dag. Ik mag zelf af en toe op zondag een wedstrijdje fluiten van lagere seniorenteams. Nou, je weet niet wat er gebeurt. En af en toe moet je zelfs mensen het veld uitsturen. Maar na afloop wordt dat gewoon met een biertje, wordt er weer goed gepraat. Komt niet altijd op wedstrijdformulier. Maar incidenten, ik denk, niet alleen bij ons op de club, waarschijnlijk bij jullie, maar een incident vindt ieder weekend wel ergens plaats. Of bij de jeugd of bij de senioren. Alleen, we nemen het maar voor normaal aan gewoon. Maar het is ondertussen niet normaal meer hoor. Maar hoe kan dat nou dat zich zo ontwikkeld heeft, Jan, met die jeugd, dat ze zo vrij zijn tegen iedereen? Ik kan me nog voorstellen, als ik vroeger iets commentaar had op een of ander iets thuis, dan was Panen wel schouw met... Ja, dan kom je bij het cliché dat het een beetje voor deze tijd is, helemaal. Je bent waarschijnlijk opgegroeid in een andere periode. Ja. En iedereen is wat mondiger geworden. En wat natuurlijk belangrijk is, wat kinderen van die leeftijd ook zien gebeuren, wat anderen doen rondom het veld, ja, dat gaan we volgen. Dat begint al met het kijken naar televisiebeelden. Ja. En dan, nou, ik hoop dat ze niet denken dat het normaal is, maar iedereen pikt er wat van op. Dat is gewoon niet goed. Ja. Je zegt dus van ze zitten te kijken naar de NOS Studio Sport en dan zien ze van Bommel allerlei zaken uithalen en dat volgt de jeugd, die volgt dat. Nou, die volgt dat, dan gaat het over, acties op het veld. Maar wat Erwin net bedoelde is natuurlijk op een aanmerking op de leiding.
Laten we ons gelukkig prijzen dat we hier in het Winterswijkse dat nog weer verdelen met scheidsrechters van Meadow die bij MEC een wedstrijdje fluiten. Waardoor dat al gelukkig wat minder is. Het is hartstikke goed dat we dat in Winterswijk zo voor elkaar hebben. Wat dat betreft alleen maar complimenten aan de scheidsrechtersvereniging. Alleen het commentaar hebben op leiding is, dat is heel erg. Ja, maar hoe ga je daar dan als bestuur mee om? Heb je daar beleid over, Erwin? Ja. Bij BVC bijvoorbeeld, als je ziet bijvoorbeeld excessen, bepaalde ouders die daar uit de pan springen, spreken jullie die aan? Of? Ja, het probleem een beetje is dat wij hebben een reglement waar je aan moet houden. Dat is een norm en waarde. Iedere club heeft dat op zijn website staan, uiteraard wij ook. En mensen hebben daar serieus en lang over nagedacht. Dat werkt perfect voor 99% van de mensen. Alleen, we moeten ook in alle eerlijkheid zeggen dat 1% van de gevallen van de mensen, dat zijn degenen die hardnekkig altijd problemen veroorzaken gewoon. En of we nu de kantine open doen of daar een reglement voor opstellen, die bereiken wij never nooit. En ik vind het dan lastig, eerlijk gezegd, hoe gaan we daarmee om? Het liefste zouden ze gewoon weren van de voetbalclubs. Niet van onze club, niet van Jansen club, maar van alle voetbalclubs gewoon van, ga ergens anders, ga maar rottigheid uithalen. Maar het blijft een gebed zonder in met sommigen. Ja, ja, ja. Nou, we hebben dan ook de actie Ouders Langs de Lijn. Hè. Je hebt het bij ons wel gezien, het bord met een kind dat zo zegt van een paar maanden wees eens een keer stil. Maar net wat Erwin ook zegt, van je bereikt daar niet iedereen mee. En zeker niet die mensen die je eigenlijk wil bereiken. Maar goed, we willen er als SV3'ers gewoon alles aan doen om het te onderdrukken, laat ik het zo maar zeggen. Ja. Het voorkomen van. En maar spreek je dan bepaalde ouders die dat toch herhaaldelijk doen, spreken die daar ook op aan? Daar gaan we ook. En hoe reageren ze dan richting een voorzitter of richting een bestuur? Nou ja, goed, die hoopt natuurlijk dat er direct als zoiets gebeurt langs de lijn er al op aan worden gesproken. En uiteindelijk, dan via komt het dan bij commissie, dan wel bij bestuur terecht. Ja, en in het slechtste geval moet je toch met ouders en of kind om tafel om dat echt te bespreken. Dat wij dit soort dingen bij FC Trias niet tolereren. Ja. En helpt dat, denk je? Nou ja, goed, als je niets doet, dat is wat ik ook met Erwin al zegt, dat is natuurlijk nooit goed. Je moet er bovenop zitten. Ja. En laat het voorop stellen, we hebben het nu over het voetbal, want het is natuurlijk eigenlijk een meer algemeen probleem. Hè. Het kan overal gebeuren. Alleen nu komt het dan bij het voetbal naar boven. Hè. Ja. Het is iets wat, wat in de maatschappij zit. Ja, in de maatschappij zit. Hoe heeft dat zo ver kunnen komen dan? Ja, dat blijft lastig, hè, man, om die vraag te beantwoorden. Ja, ik wil wel. Ik had een toevallig krantartikel gisteren gelezen, daar wil ik gewoon een klein stukje voorlezen. Want ik dacht op weg naar vandaag van ik herken daar wel iets in. Het is een stukje van een Sparta-trainer, Pascal Jansen. En die schrijft het volgende. Ik las laatst een artikel over opvoeding. In het verleden ging het daarbij om zelfdiscipline, nu gaat het om zelfontplooiing. Dat betekent meer ruimte voor het individu en dat leidt ertoe dat iedereen zijn eigen interpretatie geeft aan hoe je moet gedragen. Kinderen die al vroeg is verteld dat ze voor hun eigen mening moeten uitkomen, nemen minder snel iets aan als gegeven. En dus ontstaat overal discussie over. En mijn zoontje zit nu toevallig op het Gerrit Komrij College. Ik merk ook inderdaad dat ze geenthousiasmeerd worden om zelf alleen maar meningen te vormen. Er wordt steeds minder sturing gegeven. Nou ja, dit zou een van de uitwassen daar kunnen zijn. Ze hebben dus zelf overal een mening over. En dus hebben ze ook een mening over de scheidsrechter, over de grensrechter, over het ploeggenoten, over de trainer, over de accommodatie. Mensen, en zeker jeugd, hebben overal een mening over. Ja. Ja, we hebben daar blijkbaar zelf met ons onderwijssysteem ook een beetje voor gekozen. Ja, ja. Lastig. Ja. En dat uitzicht daar nu allemaal op het veld. Ja, ja. Dit is er een voorbeeld van. Ja. Een voorbeeld. Ja. Ja. Kijk, dit gebeurt natuurlijk overal. Laten we dat even. We hebben het nu over voetbal, nu komt het daar naar bovenin. Ja. Maar laten we eerlijk zijn, zinloos geweld komt overal voor. Ja, de zinloos geweld komt overal voor. Zondag wordt niet de eerste stille tocht gehouden. Nee, dat klopt. Ja, dat klopt. Heeft een stille tocht, hebben die nog wel zin eigenlijk? Ja, die hebben zeker zin, hè, man. Want daarmee geef je wel weer aandacht aan het verhaal. Ja, maar het moet bespreekbaar zijn. Als je dat zegt van we doen dat niet, dat is nooit goed. Je moet het bespreekbaar houden. En een stille tocht. Er wordt dan weliswaar niks gezegd, hè, want het is natuurlijk een stille tocht, maar op die manier krijgt het wel weer aandacht. Dat is heel belangrijk. Ja, dan krijg je wel aandacht, maar dan zie ik het weer voor de zoveelste keer op tv. Ja, ik denk dat toch moet. We moeten er op blijven hameren. Dan moeten we weer afblijven met de handen van ambulancepersoneel. Daar kunnen we ook weer op wachten. Het wordt weer oud en nieuw. Daar kunnen we gewoon weer op wachten dat die weer aan de beurt zijn. Maar het blijft een klein beetje doorgaan. Toch vind ik dat we er aandacht aan moeten blijven geven. Als we dat niet doen, Dan staan we het schijnbaar toe. Nou, dat is niet goed. Nee. Niets doen is geen optie. Nee.
Erwin, hoe instrueren jullie de leiders van die jeugdelftallen op dat gebied? Ja, wij doen dat niet anders dan ieder andere voetbalclub in Nederland. Wij leggen uit wat wij verwachten van leiders zonder al te veel druk te willen leggen. Maar een cliché is altijd voetbal is emotie. En op het moment dat we hebben leiders waar ik geweldige gesprekken mee kan hebben. Die snappen precies wat er van hun verlangd wordt gewoon. En de eerste beste beslissing van de scheidsrechter zeggen ze van wat zit je ons nou te naaien man. Het zijn jongens die verstand hebben, IQ van 150 en die flippen helemaal in de wedstrijd. En ja, zolang dat is, die knop in één keer omgezet wordt bij die mensen. Ja, kun je geweldige gesprekken met ze voeren, maar het haalt zo weinig uit. Ja. Vraag is of ze wel leider moeten zijn dan. Ik vind het ook altijd interessant om te zien bijvoorbeeld dat mensen die ook langs de lijn zijn, gewoon vader of moeder zijn. Ja. Hoe die tekeer gaan tegen de grenzen. In het geval WFC hebben we pech. Hebben de kantine aan de kant zitten waar de grensrechter altijd vlacht. Dus die man heeft in het slechtste geval altijd een mannetje op 40, 50 om zich heen. En iedere centimeter die ernaast zit met vlaggen, reageert van die 40, 50 man, reageert er minimaal 10. Ja, ik ben al blij dat in een nieuwe situatie schuift onze team naar de linkerkant op, waardoor die grensrechter in ieder geval van het publiek geen last meer heeft. Ja. Dat scheelt al een slok om een borrel. Ik las ook vandaag in de krant dat Hans Schenk, voorzitter van Gol, pleit voor het afschaffen van de buitenspelval. Ik ben daar van harte voor. Dat is, dat is al aan de orde geweest op de laatste regiovergadering. Ja? Ja. We hebben ben ik toevallig geweest op die avond. En daar heb ik ook meteen gezegd, pak er gewoon één pool uit in de 6e, 7e klasse, hè, de recreatieve mensen. En ga dat gewoon proberen. Maar ja, dan kom je wel in de molen van, dan zie je ook wat de KNVB een enorm log systeem is. Want feitelijk wordt over de regeltjes van dit, wordt in Zwitserland beslist door de FIFA. Ja. En die komen dan weer met een verhaal aan, trek het maar in de verlengde van camera's op de doellijn. Ja, dat hoort er niet bij, hè, want we willen er ook met z'n allen nog over kunnen praten. Ja, precies. Maar en ik vind wat Hans daar, Grol opperde dat werd officieel ingediend. Nou, meteen doen. Ja. Laten we maar meteen proberen. Die buitenspel, dat moet maar gewoon van tafel. Ja, Benny, heb jij de Olympische Spelen, heb jij ongetwijfeld ook gezien? Ja, die heb ik gezien, na het hockey, perfect. Geen enkele discussie. Ja. En dat hoort ook wel een beetje bij het voetbal, hè. Dan krijg je geel, ja, en dan? Ja. Dan krijg je geel. Nee, ja, gewoon, hup, trek eraf. Vijf minuten langs de kant, met hockey ook. Ja, je ziet, maar volgens mij is die regel ook in de handbal, geloof ik, is het ook geloof ik dat ze dan een paar minuten even uit de wedstrijd kunnen of moeten om af te koelen. Of bij het rugby, ik weet het niet precies, maar ja, ik hou me eigenlijk met die sport niet bezig. Maar, bij de Olympische Spelen kijk je daarna en dan zie je gewoon hoe het ook anders kan. Ja. Is dat misschien ook een goed idee, in plaats van die spelers twee keer geel te geven en dan rood en dan hup naar de kleedkamer. Ook misschien even vijf minuten langs de kant van het veld, gewoon ook bewust aan. Bij jeugd is dat al jaren. Niet in de dugout zitten, maar gewoon even langs de kant en even afkoelen. Ja, bij hockey hebben ze daar volgens mij een speciaal dugout voor, waar je moet zitten. Tenminste, dat heb ik dan gezien bij de Olympische Spelen. Ik weet niet hoe het gebeurt op amateur hockeyniveau, dat kan ik niet beoordelen. Ja. Dan, de rugby, daar komt het toch ook niet bij voor? Rugby is heilig verklaard gewoon. Als je bij rugby niet zegt tegen de scheidsrechter, kun je gelijk weg. Dat doen ze gewoon niet daar. Ja. dus hockey is nu een mooi voorbeeld ervan. Rugby is een mooi voorbeeld van. Het kan wel, maar blijkbaar zijn we met voetballen in een bepaalde richting langzaam opgeschoven. Waarin dit nu onze grens is. En die grens is al veel te ver opgeschoven. Maar ik kijk nog een keer naar die buitenspelval. Ik heb thuis altijd geleerd als ik mijn kinderen, als ze niet iets niet mogen, dan kun je ze dat zeggen, dan doen ze het niet. Maar je kunt beter ervoor zorgen dat ze niet in de situatie komen dat ze het overwegen om te gaan doen. Dus kinderen die niet aan een hete pan mogen zitten, die moet je gewoon in je keuken laten, zo simpel is het. Ja. Ik vind ook dat de eeuwige discussie met de scheidsers zijn altijd maar over twee dingen. Het ene is de buitenspelval, is die ene centimeter wel of niet buitenspel? Nou, op het moment dat je, zoals Jan zegt, die afschaft, ben je vandaar die discussie af. Een andere discussie is altijd, is het wel of niet een overtreding dan wel gele of rode kaart? Ja. Nou, dat is wat lastiger, is wat subjectief. Iemand moet daar een besluit in nemen. Maar om gelijk te zeggen van, ga er maar 10 minuten af, dat helpt al een en ander. Ja. Een speler die geschorst is voor een volgende wedstrijd, ja, daar hebben wij als tegenstander niks aan. Laat hem maar afkoelen gewoon. Want de gele kaart, hij mag gewoon door blijven voetballen hoor. En hij is nog steeds een beetje de weg kwijt op dat moment waarschijnlijk. Ja. Ja. Dus door dat soort dingen eruit te halen uit het spel, krijg je al minder discussie met het publiek en dus met de grensrechter en de scheidsrechter. Ik zou daar helemaal voor zijn. Ja, ik vind het wel aardig om er even op in te haken. We hebben altijd in de zomer, nu twee zomers lang, FC Heuring op bezoek. Hè, in de zomerperiode waarbij wij zelf niet trainen. En dan oefenen ze ook, ik heb daar een aantal wedstrijden van gezien. Daar staat de grensrechter er alleen maar om te kijken of de bal over de lijn is. Ja. Dus scheidsrechter beslist of het buitenspel is. Geen enkele discussie. Hm.
Dus want dat zit natuurlijk ook altijd een beetje in het voetbal, hè, zeker op amateurniveau. De eigen grensrechter die dan bij voorbaat, Erwin noemde net al, door 40, 50 man langs de lijn bijvoorbeeld is voor zijn eigen team. Ja. Nou, die discussie heb je dan ook niet. Ja. Is het misschien ook een oplossing, een alcoholverbod? Ik doe voor Slingeland Radio natuurlijk ook sport. Dan kom ik ruim een uur van tevoren kom ik bij de club aan, ga ik naar de bestuurskamer. Dan loop ik ook vaak even over het veld, even een praatje maken met de trainer. En dan loop ik ook door de kantines en dan zie ik daar dus die kisten met bier al op tafel staan van die jongens die al gevoetbald hebben. Die staan na de tijd wel bij die wedstrijd te kijken. Zou dat ook invloed hebben, dat alcoholgebruik? Voor de wedstrijd op zich helemaal veranderde niks. Dat hoort natuurlijk ook bij het spelletje, bij het amateurvoetbal. Het sociale gebeuren wat daar omheen zit. Dat hoort er zeker bij. Bij amateurverenigingen als WWC en SV Trias. Eigenlijk voor elke amateurvereniging. De derde helft is voor een hele hoop mensen heel erg belangrijk. Ja, gezelligheid, sociale contacten. Dat begrijp ik, maar zijn de mensen niet vrijer met alcohol op? Altijd. Dat ze meer durven zeggen? Ja, maar goed, daarmee praten we een actie op een grens zeggen niet goed. Nee, dat is ook zo. Zoals om 9:30 gebeurde het ook hoor, daar hebben ze nog geen bier op. Nee. Dezelfde discussies gewoon. Ja. Het is in Winterswijk ook een keer voorgekomen dat een grensrechter of een scheidsrechter ook tussen de wedstrijd tussen Winterswijk en Trias is ook met de dood bedreigd. Dat is enkele jaren geleden. Die man die fluit nu niet meer en die heeft op dit moment ook heel erg emotie daarover. Dat was een amateurwedstrijd. Of een recreatieve wedstrijd. Ja, tussen lagere teams. Dat is misschien ook wel een voorbeeld geweest. Laat ik zo maar zeggen. En dat is ook. Je hebt de reactie van de scheidsrechter al genoemd. Dat is allemaal heel erg vervelend. Zeker zulke vrijwilligers die dit allemaal doen. Hè? Want hij fluit ook niet meer hoor. Nee, precies. Hij fluit niet meer. Maar dat geldt ook voor de grensrechters van je eigen vereniging. Ja, die staan er toch allemaal in hun vrije tijd een hobby daar te beoefenen. Ja. Dat is diep en diep triest. Ja. Ik moet zeggen trouwens, die meneer die heeft mij thuis gebeld. Want hij had via gehoord dat we dit onderwerp gingen doen op tv. En hij zegt van, ik ben destijds ook enorm goed begeleid door Trias. Nou, dankjewel. En wat hem nog steeds stoort, dat hij nooit niks heeft gehoord van de scheidsrechtersvereniging. Ja, daar kan ik niet door oordelen, want dat weet ik niet. Nee. Daar kan ik niet door oordelen. Goed. Ik denk dat we genoeg hebben gesproken over dit vervelende gedoe langs het velden. Ja. Heb ik nog één vraag voor jou. Weet je of je de nieuwe trainer wordt? Ja, we hebben toevallig van de nieuwe club. Een krabbel gekregen van Erik Verzutten. Kijk. Of niet toevallig, maar het zat al een tijdje in de pen. Maar de verliefde gevoelens zeg maar, tussen de nieuwe fusieclub en Erik Verzutten, die waren er al lang. En we hebben wel rustig aan gedaan erin. We willen niet altijd meedoen aan die hectiek van trainers die al in eind september bij wijze van spreken kiezen voor een nieuwe club. Terwijl ze net 3 wedstrijden erop hebben zitten. Ja. Maar Erik Verzutten wordt de eerste hoofdtrainer van FC Winterswijk van de zondagtak. Kijk, dus hebben we hier een primeur. Ja, hier hebben we primeur. Ja. Goed. Dezelfde vraag voor jou, want Sander Hoopman gaat weg. Jullie, ik ben al zo'n visser geweest bij jullie in het bestuurskamer, maar jullie hadden nog niks over zeggen. Ja, er zat nog niks aan de hengel, hè? Nee. Maar dan moet je nog even wachten. En nu, al wat bekend... Ik weet al van alles, maar ik ga er niks over zeggen helemaal. Maar waarom niet? Je bent nog niet zo ver met de nieuwe trainer. Jawel. Alleen, dat zijn sommige dingen kun je niet zeggen helemaal. En dit, daar kan ik niet zo van zeggen. Dat hoort gewoon bij dat je dingen met een bestaande club netjes afhandelt. Ja. Oké, bedankt voor het gesprek. Dus het is even wachten. Bedankt voor het gesprek, heren. Ja, graag gedaan.